Het jaar 2016 kan beschouwd worden als een actief en productief jaar voor de energiebedrijven Suriname EBS. Dit zegt algemeen directeur Rabinder Permisser. Hij belegde vandaag een persconferentie waar hij in grote lijnen inging op projecten welke zijn uitgevoerd en die nog in planning zijn. Volgens Permisser hebben de constante ontwikkelingen in het land gemaakt dat het de EBS decennia lang niet gelukt is alles in place te hebben. De directeur constateert dat de afgelopen jaren een uitbreiding van 6% tot 10% is geweest van nieuwe bedrijven en huishoudens die aanvragen doen. Het is volgens hem geen geheim dat de EBS niet over voldoende dollars en euro's beschikt. Zeker 85% van de zaken die de EBS gebruikt, heeft een buitenlands component. Gezien de koersontwikkeling heeft dat een slecht effect op het bedrijf. Op grond hiervan is het bedrijf genoodzaakt projecten met medefinanciering van derden uit te voeren, zegt Permisser. We implementeren een project van afgerond 63 miljoen, dat is al bezig, met de IDB, Inter-American Development Bank. Solar van Atjoni, nu Powaka, daar bent u nu al uitgenodigd voor. En dan moet het weer een woensdag aanstaande, waarbij we gebieden steeds meer richting binnenland, ja toch? En ontsluiten wat aansluitingen betreft, maar ook in de stad verschillende onderstations en verbindingen, de netwerken, etc. Ook studies met de IDB die we hebben op het gebied van onze visie op termijn, wat moeten we doen. Wij denken op termijn moeten we gas op basis van gas en de opwekking doen. Dus er is nu een studie gaande dat we op termijn hier een opwekking ook per gas doen. Dus dat loopt. Bij de Caribbean Development Bank hebben we een project van 98 miljoen, waarbij 65 miljoen een leningcomponent is, dat we dat gaan implementeren. Rabinder Permisser, algemeen directeur van de energiebedrijven Suriname. Hij heeft vandaag een persconferentie belegd waarbij hij in grote lijnen inging op projecten die reeds zijn uitgevoerd en nog uitgevoerd moeten worden. Het jaar 2016 kan volgens de directeur beschouwd worden als een actief en productief jaar voor de EBS.